Hoi, ik wil jullie in dit filmpje wat laten zien en wat vertellen over concealers. Ik heb gemerkt dat er best wel veel vragen zijn altijd over concealer en concealen en verbergen en camoufleren. En er zijn zoveel verschillende producten dat het soms best wel lastig is om iets aan te raden aan iemand. En zeker als je niet precies weet hoe die persoon eruit ziet. Maar even in het algemeen kan ik wel een aantal dingen vertellen over concealers. Er zijn er heel veel soorten. En ik begin even bij de concealers die ik gebruik van MAC. En het verschil daartussen. Waar je nu de verschillende concealers voor gebruikt. Het principe geldt eigenlijk, ik zeg nu MAC, maar het principe geldt een beetje voor ieder merk die soortgelijke producten heeft. Dit is de Studio Finish Concealer. De Studio Finish Concealer komt in een potje, net als een oogschaduw. Dat is soms wel eens lastig, want daar verdwijnt hij ook nog wel eens tussen. En het is een concealer in een vrij vaste vorm. Crème-achtig, maar wel erg compact. Dus droog, vind ik zelf. Nou, waarvoor is deze nu meer geschikt, vind ik persoonlijk, is bijvoorbeeld om imperfecties, dus kleine vlekjes of pukkeltjes of stukjes op je huid waarvan je denkt van nou, die wil ik liever niet zien. Die bijvoorbeeld wat rood zijn of wat bruin juist. Of nou ja, goed, eigenlijk alle kleuren. Daarvoor gebruik je deze. Wat doe je nu? Gebruik je hem nu onder of boven je foundation? Het ligt er een beetje aan. Ik vind zelf op zich boven de foundation prettiger. Maar onder de foundation kan ook wel eens werken. Ik doe het allebei wel eens. Het ligt een beetje aan de situatie. En dat is gewoon ook een kwestie van uitproberen wat gewoon het fijnste werkt. Kijk, als je natuurlijk iets conceal met een concealer aanbrengt en vervolgens ga je weer met een hele kwast foundation eroverheen, dan smeer je die concealer natuurlijk ook alle kanten weer op. Dus dat werkt dan soms ook niet. Het ligt er dus een beetje aan. Het ligt er ook een beetje aan waar het product is. De Studio Finish Concealer is gewoon verkrijgbaar in alle huidskleuren, zeg maar, van MAC. En gebruik ik dus voor plekjes op mijn huid, behalve onder mijn ogen. Want daar werkt deze voor mij echt helemaal niet. Nou, vervolgens heb je nog een ander product. Dat is de Select Moisture Cover. En de Select Moisture Cover is een concealer, maar dan in vloeibare vorm. En die zit in een tube net als een lipgloss, zeg maar. Nou, wat heeft die? Het is een vrij vloeibare, vrij dunne foundation. En die heeft een zogenaamde doofvoet. Dat is zo'n sponsapplicatortje. En daar moeten we even inzoomen. Hier ben ik. Ja. En deze is vrij dun. Daardoor is hij, en hij bevat ook wat vocht, hè. Hij is wat vochtiger, wat hydraterender. En vervolgens, daardoor is hij wat beter geschikt voor het gebruik onder de ogen. Omdat die huid is natuurlijk vrij dun. En daardoor is die droge concealers zijn daar niet prettig. Daarvoor moet je echt een goede vochtinbrengende concealer gebruiken. Maar goed, hij moet ook wel dekken. En de Moisture Cover doet dat wel, maar niet zo heel extreem. Dus denk je van, nou, ik heb echt hele donkere kringen. Dan zou ik deze wat minder gebruiken. Heb je gewoon wat lichte, donkere kringen. Dat je denkt van, nou, ik heb net een klein beetje concealer nodig. Maar het hoeft echt niet heel mega te zijn. Dan zou je deze echt heel goed kunnen gebruiken. Want hij geeft een heel mooi resultaat gedurende de dag. Dus het is zeker een aanrader. En dan heeft MAC nog een ander product. En dat is de Studio Sculpt Concealer. Die is er nog niet zo heel erg lang. Pas sinds vorig jaar. Die komt in een potje net als een paintpot. Een glazen potje. Vind ik niet zo handig, een glazen potje. Maar goed, wie ben ik. Dit is een ook een crème-achtige substantie. Maar dan wel heel wat minder droog dan de Studio Finish Concealer. En daardoor is hij toch ook wel geschikt voor gebruik van onder de ogen. En is hij inderdaad ook, ja, hij dekt ook heel mooi. Dus hij is niet alleen voor gebruik onder de ogen. Je kunt hem dus ook op andere plaatsen in je gezicht gebruiken. Maar voor gebruik onder de ogen vind ik hem ook heel erg geschikt. Dus het kan allebei. Ik vind alleen, ze hebben mij ooit een kleur aangeraden. De NW25, die dan heel mooi kringen zou wegwerken. Nou, ik vind persoonlijk niet echt mooi werken. Dus ik ga deze zeker nog een keer kopen. Maar dan in een kleur die wat beter, zeg maar, past bij hetgeen wat ik zoek. De Studio Sculpt Concealer en aanrader. Deze die heb ik pas gekocht. Het is de Select Cover-Up. En het is zeg maar een crème-achtige, meer foundation-achtige concealer. Die heel mooi dekt. En ook moisturizend in. Dus ook vochtinbrengend is. Deze is ook weer goed te gebruiken over, op ieder plaatsje in je gezicht. Maar daarnaast ook heel goed onder de ogen. Daar gebruik ik hem ook voor. En ik was altijd een beetje sceptisch. Ik dacht, nou ja, MAC en concealers, ik weet niet hoor. Ik was niet zo heel enthousiast er altijd over. En ik heb deze toch gekocht. En ik heb nu 2 weken in gebruik. En ik moet toch wel zeggen dat ik tevreden ben. Dus ik
hij moet nog wat langer, zeg maar, gebruikt worden om het idee, echt een goed idee te krijgen. Maar ik ben wel tevreden over. Deze dekt dus wat meer dan die mooiste cover die ik net liet zien. Wat zijn nog meer holy grails voor mij? Dat zijn toch wel deze. Bobbi Brown, de Creamy Concealer en de Corrector. De Corrector is dus een product wat je onder je concealer aanbrengt op het moment dat je echt een probleem hebt met donkere kringen. En afhankelijk van je huidstint welke kleur je kiest. En daarna gebruik je dus een concealer. En een concealer is eigenlijk in de kleur van je huid. En een corrector is vaak wat meer roze of wat meer oranje van toon. Dus het ligt een beetje aan de kleur van je huid. Ik gebruik echt heel veel, daarvoor dat ik die van MAC had zeker, maar nu ook nog wel hoor, een afwisselende creamy concealer. Het is een hele fijne crème-achtige concealer in een potje. En ja, hij is gewoon heel prettig. Hij smeert heel goed uit en hij brengt heel fijn aan. Hij zie je het bijna op. En ja, hij dekt gewoon echt heel goed. En echt zonder, je ziet dus niet een hele laag concealer zitten. Ik breng hem altijd aan met een kwastje en vervolgens klop ik hem altijd heel voorzichtig in en blend ik hem tegelijkertijd uit met de foundation. Ik breng trouwens geen foundation aan onder mijn ogen. Ik breng eigenlijk, ja, dat kan je natuurlijk nooit precies uitkiezen, maar een beetje het idee is zo dat ik de foundation eerst opbreng en daarna gebruik ik dus de concealer onder mijn ogen, zeg maar hier vooral. En dan is het zo dat ik daar op die plaats eigenlijk geen foundation heb aangebracht. En vervolgens blend ik het dus een beetje met die foundation die natuurlijk wel hier zit. Nou, vervolgens kun je het afpoederen met een hele lichte poeder. Ik gebruik daarvoor vaak de Secret Brightening Powder van Laura Mercier. Die ik niet bij me heb nu, maar die gebruik ik ervoor. Bobbi Brown heeft ook hele fijne setjes. Daarbovenin zie je de Creamy Concealer zitten. Vieze vingers erop. Zie je de Creamy Concealer zit hierin. Deze is al op. En hieronder vind je dan een schattig potje met poeder. En dat poeder, dat is los poeder. Dat is zeg maar pale yellow, dus dat is eigenlijk transparant geel. Het is niet geel, maar het is eigenlijk gewoon transparant poeder. En die kun je dus heel goed gebruiken om het heel lichtjes, heel voorzichtig af te poederen. Nou, wat hebben we dan nog meer? Ik heb natuurlijk ook nog wel deze paletjes. Kennen jullie vast ook wel, dit soort paletjes? Nou, een heel goedkoop merk is Catrice. Die heeft ook zo'n paletje. Kun je bij Kruidvat vinden met verschillende kleuren. Ik heb zelf ook twee andere paletjes. Eentje van Makeup Forever en eentje van Graftobian. Makeup Forever, die is natuurlijk, heeft ook verschillende tinten hierin. Drie verschillende tinten volgens mij. En vervolgens, dit is Graftobian, is meer zeg maar professioneel een make-up merk. Wat hier in Nederland niet verkocht wordt, maar in Amerika wel. En het principe van deze paletjes is eigenlijk allemaal hetzelfde. Er zijn verschillende tinten, zodat je inderdaad op verschillende manieren met de concealer kan werken. Bijvoorbeeld als ik nu even de Graftobian heeft bijvoorbeeld een oranje. Die neutraliseert blauw. En een gele die neutraliseert echt heel donkerrood en paars. Mute green, dat haalt het rode weg. En pink, dat is als je een beetje grijzig eruit ziet, dat highlight zeg maar. En deze, dat is echt een highlighter die je dan vervolgens weer op plaats in je gezicht kunt aanbrengen om te highlighten. Het nadeel van deze, dit soort paletjes is dat ze vaak wat compact zijn en wat droog, zeg maar. Maar dat zijn ze ook weer niet allemaal. En dan heb ik nog een bijzondere concealer om te laten zien. Dat is de Clé de Peau. De Clé de Peau is een heel bijzonder merk wat hier in Nederland niet verkocht wordt. Maar dit moet dan de Holy Grail zijn in concealers. Clé de Peau is een zustermerk van Shiseido. En in Amerika en Azië is dat echt helemaal je van het. Wat heb ik nog meer? Oh ja, vervolgens hebben we natuurlijk ook nog wel potjes in concealers, dus poeder concealers, mineralen foundation, ben ik trouwens geen fan van. En ja, dat was het eigenlijk wel. Even in het algemeen wat over concealers. Heb je nu een vraag, echt specifiek over concealers, dan mag je hem hier stellen. Maar je kunt hem ook iedere maandag hebben wij een vragenrubriek op Lushes Beauty. En daar kun je ook je vragen kwijt. En dan de maandag erop proberen we alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Dus daar kun je dit soort vragen ook prima plaatsen. Voor nu, ik stop ermee, want anders zijn de 10 minuten weer voorbij. Ik ga misschien binnenkort ook wel een filmpje maken waarin ik laat zien hoe ik het precies opbreng. Maar voorlopig moeten jullie het even hiermee doen. Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doei!